Het rehabilitatieproject van de nieuwer gevonden weg is afgerond. De ceremoniële oplevering van de weg heeft vandaag plaatsgevonden. Voor de rehabilitatie verkeerde de nieuw weer gevonden weg in zeer slechte toestand. Er waren veel verzakkingen en ook het rioleringssysteem liet veel te wensen over, waardoor de weg vaak onder water liep. Het doel van het project was om de weg goed begaanbaar te maken en om de verkeersveiligheid te verhogen. De afgelopen tijd zijn er namelijk veel verkeersongelukken geweest op deze weg. Districtscommissaris van Wanica Noordwest, Suraksha Hirasingh, zegt dat voor de verkeersveiligheid fatsoenlijk gedrag op de weg ook van belang is. Natuurlijk is geen enkel awareness voldoende. Je kan doorgaan met bewustwordingsprogramma's, awareness brengen bij de burgerij. Maar natuurlijk is het ook belangrijk dat die ordehandhaving blijft. We moeten natuurlijk controle opvoeren, dus de politie. Maar uiteindelijk is het ook wel een beetje een besef, weet je? Dus dat je je rijgedrag aanpast. Je kan met allerlei maatregelen komen, je kan straffen opleggen. Het kan misschien minder worden, maar het gaat nooit helemaal verdwijnen. Dus als eerste vind ik dat de burgers iets moeten doen aan hun rijgedrag. En die awareness willen we steeds blijven bijbrengen bij de mensen. Dus we zijn constant bezig mensen bewust te maken. Zoals u vandaag ook heeft gehoord, ieder zijn speech, er waren een aantal speeches vandaag. En ieder zijn speech heeft het constant gehad over de veiligheid die in acht genomen moet worden. En het begint bij jezelf. Elke burger is even belangrijk. Dus het begint gewoon uiteindelijk bij jezelf. Ook het ministerie van Justitie en Politie is zich ervan bewust dat een goede infrastructuur belangrijk is voor de verkeersveiligheid. Alton Helstone, directeur operationele diensten op het ministerie, zegt dat er in de toekomst een analyse gemaakt zal worden van de gevolgen die een nieuwe weg of ingrijpende wijziging van de bestaande weg kunnen hebben op de verkeersveiligheid. Hij zegt dat ook het tekort aan verkeershandhavers zal worden aangepakt door meer mensen op te leiden. Deze verkeershandhavers zullen aan de politie de nodige bijstand verlenen. De aanschaf van de nodige middelen voor de handhaving, zoals tintmeters, snelheidsmeters, alcohol-ademanalyseapparaten, blaastestapparaten en een remroller-testbanken, behoren eveneens tot de aandachtsgebieden. Het aannemingsbedrijf Karemco, dat verantwoordelijk was voor het rehabilitatieproject, heeft het ministerie van Openbare Werken gevraagd om een goed onderhoudsplan op te zetten om de duurzaamheid van de weg te behouden.